Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video van Bouwenvermogen. Dit is weer de wekelijkse portfolio update video, dus we gaan weer kijken hoe het met mijn portfolio voor staat, wat ik eventueel heb gekocht of verkocht, mijn ETF's, mijn opties, mijn doelen die ik heb en uiteindelijk sluiten we af met het dividend dat ik heb ontvangen deze week. Nou, laten we beginnen met het gehele portfolio, dus dat zijn zowel mijn groeiaandelen als dividendaandelen. Vorige week stond ik op een kleine $14.000, zo'n 6,5% verlies. Ja, met de dividenden daar afgehaald, $226 verlies, wat iets meer dan 1,5% is. En als we dan ook nog de opties eraf halen, de optiepremies, stond ik nog op $160 verlies, wat 1,14% was. Nou, vandaag is het zo dat mijn portfolio op $14.600 staat. Dat is in verband met een nieuwe aankoop die ik heb gedaan deze week. Maar ook omdat ik iets minder verlies sta ten opzichte van vorige week, zoals je ziet, ongeveer $100. Nou, dat is ongeveer nog 5,5% verlies. En met de dividenden en de optiepremies eraf gehaald, sta ik bijna break-even, nog $30. Dus wellicht dat het vandaag gaat gebeuren dat de onderste cijfers in ieder geval in het groen komen te staan. Want deze video neem ik op voordat de beurs in Amerika is geopend. Dus dat zien we vanmiddag nog hoe dat gaat verlopen en of ik uiteindelijk in het groen kom te staan. Nou, dan zoals gezegd mijn portfolio wijziging. Ik heb een aankoop gedaan. Ja, dat is Alibaba. Nou, waarom? Ja, enerzijds is het natuurlijk altijd een risico, want het hele China-verhaal speelt natuurlijk. Hè. Hoe de regering daar omgaat met bedrijven als Alibaba in het verleden, wat we al zagen met boetes, etc. Maar anderzijds had ik zoiets van, ja, dit aandeel dat zit echt op een all-time low. In ieder geval op een heel groot support level. Daarnaast, als je alle ratios bekijkt, price to book, PE, price to sales ratio, ja, het is echt ongelooflijk hoe goed die zijn eigenlijk, die ratio's. Dus eigenlijk dacht ik van, ja, dit aandeel kan gewoon niet zo lang, ja, zo laag nog blijven staan. Dus wat heb ik gedaan? Ik had al 5 aandelen. Ik heb 1 dag voor de earnings release 5 aandelen gekocht voor $77,67, zoals je kunt zien. Ja, daarmee kwam ik op een gemiddelde van nog steeds $108,59, want ik had al 5 aandelen die ik ja, vrij hoog had aangekocht een jaar of 2 jaar geleden. In ieder geval al mijn gok omlaag gehaald, zoals je dus ziet. Nou, voordat de beurs was geopend op deze dag, schoot het aandeel al 5% omhoog, dus toen leek het een goede aankoop ook. De koers is echter wel weer wat gedaald na de earnings release. Nou, die earnings release zag er op zich oké uit. Niet super geweldig of zo. Wat wel heel mooi was aan de earnings, wat ze ook lieten zien, is dat zij een buyback programma, dus dat ze aandelen terug gaan kopen, hebben uitgebreid met 25 miljard. Nou, wat houdt dat dan in? Dan gaan ze hun eigen aandelen terugkopen. Ja, hoe meer zij terugkopen, hoe groter jouw aandeel als aandeelhouder natuurlijk wordt. Want stel, een aandeel heeft in totaal, of een bedrijf heeft in totaal 10 aandelen. Jij bezit 1 aandeel, nou, dat is dus 10%. Koopt het bedrijf 5 van die aandelen terug, dus 5 van de 10. Nou, dan bezit jij dus als investeerder nog 1 op de 5 aandelen. Nou, dat is dus 20%. Dus dan bezit je dubbel zoveel dan voorheen, voor die buyback. Dus ja, die 25 miljard aan extra buybacks, want ze hadden al een buyback programma, is natuurlijk echt, ja, echt wel mooi. Zeker naast al die ratio's, et cetera, wat ik eerder al noemde. Als daar behoefte aan is, kan ik wel even die ratio's, et cetera, een keer in een andere video uitleggen. Gaat voor deze video denk ik even wat te ver. Dan duurt die wel heel erg lang. Dus dat is de aankoop van de afgelopen week. Zoals gezegd is er natuurlijk wel een aandeel met een wat hoger risico. Maar de risk to reward is in mijn ogen op dit moment wel heel goed. Dus mocht de koers nog wat gaan doen, ja,
of we gaan echt onder de grote support die waar we momenteel op zitten of net boven zitten. Maar dat zie ik echt persoonlijk niet zo heel snel gebeuren. Ook niet vanwege die fundamentals natuurlijk, wat ik al eerder noemde. Maar goed, daar kom ik op een latere, misschien in een latere video nog op terug. Laat even weten onder deze video's in de reacties of je daar behoefte aan hebt. Nou dan Trade Republic. Zoals jullie weten doe ik daar wekelijks beleggingen in tot nu toe 2 ETF's. Een All World ETF en een All World High Dividend ETF. Wekelijks stort ik daar €25 in de eerste en €10 in de tweede. En momenteel is die All World €1120,89 waard. Is 6,65% hoger dan mijn aankoopkoers. En bij de High Dividend ETF heb ik daar nu €126,49 in zitten. En dat is ruim een procent boven mijn aankoopkoers. Nou, dan mijn opties. Zoals jullie in de vorige video al weten, had ik mijn HUT optie, dus HUT 8 Group, doorgerold. Nieuwe put optie verkocht. Strike date is 1 maart, zoals je ziet. Nou, en de strike price, of ik moet zeggen expiration date, strike price was $8,50. Nou, hoe doet de koers het? Je ziet eigenlijk de twee zones die ik heb ingetekend, daar zit hij elke keer tussen te bewegen. Dus hier vindt hij elke keer support rond de $7 en rond de $8,50. Dus eigenlijk waar ik mijn strike price nu heb, daar zie je dat hij elke keer reject. Dus je bent benieuwd ja, wat het de komende weken nog gaat doen tot die 1 maart. En dan kan ik weer gaan bepalen op die 1 maart of net iets ervoor, een paar dagen ervoor waarschijnlijk, of ik hem weer door ga rollen, of ik de aandelen, dus 100 aandelen zijn dat dan toegewezen wil krijgen of wat ik daar dus ook mee ga doen. Nou, is de koers boven de $8,50 op die eerste van maart, ja, dan hoef ik die aandelen niet aan te kopen en dan hoef ik hem ook niet door te rollen, hoef ik eigenlijk verder niks meer te doen hieraan en dan kan ik gewoon mijn premies houden. Of ja, die mag ik sowieso wel houden. In ieder geval, ik hoef er geen actie meer te ondernemen. Nou, zoals in de vorige video ook al benoemd, wil ik wat doelen gaan stellen om toch wat, ja, ook wat discipline voor mezelf te creëren. Om telkens wel weer bij te blijven kopen in mooie dividendaandelen waar ik op de lange termijn veel vertrouwen in heb. Zoals jullie weten hou ik nu vaak maximaal 5 of heel soms, als de prijs natuurlijk hard gestegen is bij een aandeel, 10% aan per aandeel. Maar ik wil voor een aantal aandelen eigenlijk ja, een soort van doelen gaan stellen dat ik per aandeel bijvoorbeeld een x aantal aandelen wil hebben of een x percentage of bedrag aan dividend wil ontvangen per jaar. Nou, daar heb ik al naar gekeken, meerdere aandelen bekeken en een eerste aandeel al toegevoegd aan ja, deze aandelen die ik voor lang termijn wil bezitten. Nou, dat is het nieuwe overzicht wat je hier ziet. Ik heb 3 kolommen gemaakt, $25 dividend per jaar, 50 en 75. Dat lijken me hele mooie eerste stappen om ja, die doelen voor te behalen voor een bepaald aandeel. En het eerste aandeel is, zoals je kunt zien, Nike. Nou, Nike, daar wil ik dus als eerste stap $25 aan dividend per jaar voor ontvangen. Nou, ik heb er een soort van batterijtje, of hoe je het wil noemen, eronder gemaakt, graadmeter. Om ook nog even aan te tonen hoe ver ik nu ben. Ik zit rond de, ik dacht $5, dus ongeveer 1/5 van dit doel van $25 per jaar. Ja, die zal ik dus ook vanaf nu iedere week bij gaan werken. Maar goed, dat verandert dus niet als ik geen Nike bijkoop. En als ik het bijkoop, ja, dan verandert die natuurlijk omhoog. En dan gaat die op een gegeven moment het groen in, totdat ik die $25 heb behaald. Ja, dan kan ik bepalen, vind ik dat genoeg? Ga ik nu naar een ander aandeel? Of ga ik die Nike verplaatsen naar de 50 dividend per jaar kolom? En zo op die manier kan ik daar een beetje mee spelen. Nou, wat is dan de koers waarvoor ik Nike wil aankopen? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik ga dat aandeel ook niet tegen elke prijs aankopen. Nou, daarvoor heb ik weer een ander overzichtje gemaakt. Nu dus ook heel simpel nog met 1 aandeel. Dus daarbij moet ik zeggen, in de komende
tijd ga ik nog andere aandelen onderzoeken die ik echt heel graag in mijn portfolio wil hebben voor de lange termijn. En die zal ik gewoon aan beide overzichten toe gaan voegen. Nou, Nike, die heb ik dus al in portfolio en die wil ik verder aan blijven kopen tegen ja, de prijzen die hier staan. Nou, hoe moet je dat lezen? Onder de $90, dus $90 of lager, dan is het eigenlijk een ja, hele simpele aankoop. Niet verder over nadenken, dat is gewoon echt een enorm mooie prijs in mijn ogen. Nou, waar heb ik dat op gebaseerd? Zowel op fundamentele analyse, een stukje technische analyse, dus wat zijn de grote support en resistance levels. Nou, een derde punt wat ik daarin heb meegenomen is eigenlijk gebaseerd op de waardering woensdag video's die ik maak. Als jullie mijn kanaal volgen, weten jullie dat ik daar een overzicht voor gebruik. Dan ga ik in dat overzicht kijken, oké, wat is de groei die ik inschat voor de komende jaren? En op basis van die groei en op basis van de EPS komt daar een koers uit, dus een intrinsieke waarde. Dus dat is eigenlijk het derde waarop ik deze prijs bepaald heb. Dus onder die $90 is het eigenlijk een no-brainer. Is het gewoon een hele strong buy eigenlijk. Nou, tussen de 90 en $105 is het ook zeker nog een hele mooie aankoop. Boven die $105 tot $120, daar wil ik het ook nog wel in aankopen. Maar dat is zeg maar het gedeelte dat ik ja, misschien liever voor een ander aandeel ga. Als bijvoorbeeld straks, als ik in het overzicht meerdere aandelen heb staan en eentje zit wel rond dit niveau, dus in het geval van Nike zeg maar $105 of lager, ja, dan ga ik eerder voor dat andere aandeel om die aan te kopen. Nou, meer dan $120 wil ik voor nu dus eigenlijk niet betalen. Maar deze prijzen kunnen natuurlijk veranderen. Een bedrijf kan natuurlijk veranderen qua producten, qua fundamentals, qua groei, et cetera. Het zal niet heel snel veranderen, maar ja, dus wel even de kanttekening dat dat wel aangepast kan worden op nieuwe inzichten die ik in de toekomst verkrijg. Dus maximaal $120. Onder de $105 is het al een hele mooie aankoop. En onder de $90, ja, dan is het eigenlijk een no-brainer. Nou, dan wil ik nog afsluiten met het dividend wat ik afgelopen week heb ontvangen. Ik heb voor TC Energy, ticker TAP, $5,19 aan netto dividend ontvangen. Voor CVS Health $5,65. British American Tobacco $7,31. En ik heb nog rente ontvangen bij Bucks van €7,03. Dus dat was het voor wat betreft dividend of rente. Misschien moet ik die maar meteen even toevoegen hier. En daarmee ga ik ook weer deze video afsluiten. Dus weer ja, een video met wat nieuwe dingen. Dus vooral die dividenddoelen. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. En mocht jullie nog aandelen hebben waarvan je zegt, hey, ga die zeker ook nog even bekijken of je die bij jouw dividenddoelen mee wil nemen. Want dat zijn in mijn ogen echt hele mooie aandelen. Laat het ook even weten in de reacties onder deze video. Dan kan ik daar ook even naar kijken. Wil ik jullie nu bedanken voor het kijken. Als je dit een leuke video vond, geef even dat duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op het kanaal. Wens jullie nog een fijne dag en zie ik jullie graag weer terug bij de volgende video. Ciao!